Je zit naast. Timothy van Wijzenbrug. Ja, en jij bent? Ik werk voor Van Paridon en de Hollander Advocaten. En wij hebben een advocatenkantoor, algemeen in praktijk. Dus mensen kunnen bij ons terecht vanaf problemen met hun uitkering tot en met problemen op werk. Misschien met ontslag in deze tijden. Tot en met problemen met de verhuur, noem maar op. En ik zit hier eigenlijk vandaag tot 4 uur. Dus mensen kunnen hier gewoon binnenlopen. Kost niets, laagdrempelig. En misschien kan ik iemand ergens mee helpen. En waarvoor kunnen ze hier binnenkomen en wat kunnen ze aan je vragen? Ja, zoals ik net al zei, het is heel breed. Bovendien kennen we ook heel veel connecties. Dus als iemand een heel specifiek probleem heeft waar misschien mijn kantoor niets mee kan, kunnen we mensen wel doorverwijzen. Maar inderdaad, wat zie je rond deze tijd? Problemen met de Belastingdienst of op werk, zoals ik net al aangaf. Er zijn heel veel regels in Nederland die continu veranderen. Niet alleen met het ontslag, maar misschien heb je inderdaad vragen over loonsverhogingen. Tot en met problemen met de verhuur. Stel je hebt een huurwoning en je hebt gebreken in de woning, lekkages, iets doet het niet en de baas die wil daar niets aan veranderen. Nou, dat kan je afdwingen en daar kan je een advocaat opzetten of een jurist. En ik ben daar om te adviseren. Dus mensen die dat soort problemen hebben, die kunnen eventjes langskomen en met jou praten van joh, wat moet ik hiermee doen? Ook financiële kant, kan je daar ook wat in adviseren? Ja, zeker. Het kantoor waar ik voor werk, de advocaten, zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dat is een soort prodeo-systeem wat er vroeger was. Dat betekent dat men alleen een eigen bijdrage hoeft te betalen als hun inkomen niet toereikend is. En dat is een hele goede oplossing voor mensen met een laag inkomen of geen inkomen. Dus in het meest gunstigste geval dan betalen ze enkel een kleine eigen bijdrage en dan wordt de rest door de overheid vergoed. Als het echt tot een procedure moet uitkomen, ja. Je zei het zelf al, regels die veranderen steeds. En niet alleen in de wetgeving aan belasting en uitkeringen en zo, maar ook in de rechtszaak. Want vroeger was het veel makkelijker. Vind je dat er een hogere drempel is opgeworpen en dat jammer is? Of zeg je nou, het gaat wel goed zo? Ik denk dat het in Nederland wel goed gaat. Vind ik wel. Aan de andere kant, je leest wel vaak over wetsvoorstellen, over het verhogen van de eigen bijdrage bijvoorbeeld. Nou, dat zijn dingen waar ik wel tegen ben. Aan de andere kant, de gemeentes die bieden heel vaak toch oplossingen via bijzondere bijstand. Daarin worden ook advocaatkosten vergoed. Dus als iemand al een toevoeging heeft, alleen eigen bijdrage, en ook die kan iemand niet betalen, dan kan men ook een verzoek indienen bij de gemeente voor bijzondere bijstand. En dan wordt het ook nog een keer vergoed. En mijn kantoor helpt daar ook in. Dus het is niet een procedure die ze zelf moeten doorlopen. Nee, wij kunnen daar ook in helpen. Dus eigenlijk zou het dus zo kunnen zijn dat iemand helemaal niet hoeft te betalen voor een bepaalde procedure. En dat is heel goed voor. Wij helpen bijvoorbeeld heel veel mensen die problemen hebben met een bijstandsuitkering of een ziektewetuitkering die bijvoorbeeld tijdelijk gestopt is. En ja, dan kan je ook je advocaat niet betalen. Dus wat dat betreft biedt dat zeker een oplossing voor mensen met weinig geld. Ja, want anders zou het zo zijn dat de rechtspraak eigenlijk alleen maar is voor de mensen die het kunnen betalen. Ja, en dat is niet de bedoeling. Het moet toegankelijk zijn voor zowel arm als rijk. En Dat is in ieder geval wel geregeld in Nederland. En nogmaals, het verhogen van de eigen bijdrage, ja, dat lijkt mij ook geen heel goed plan. Maar de gemeente die voorziet daar in heel veel gevallen wel in. Ja. Waar is jullie kantoor gevestigd? In Rotterdam, aan de Hillelaan, nummer 30. Dat is vlakbij het metrostation Rijnhaven, of direct ernaast eigenlijk. Dus dat is toegankelijk. En wij komen in heel Nederland, dus ook al woont u in Vlaardingen of in Schiedam of moet er bij een van deze gemeentes een procedure gevoerd worden, dan komen wij uiteraard ook daar.